Vandaag was het weer zover. Limburgs mooiste maakten een eet- en drinkstop in de kern van Gulpen. 3000 liter denk ik. Dus ja? genoeg voor. Genoeg in ieder geval. Genoeg. En elke tank zit 19 liter. Ja. En dat, elke 10 minuten wordt hij wel vernieuwd. Dus. Meer dan 15.000 wielerliefhebbers bevolkten ons Limburgse land. En werden bovenaan de Dorpsstraat aan een controle onderworpen. Dit had onder andere tot gevolg dat de buurt Ingbergracht Noord totaal volliep met fietsers die moesten wachten en even geduld moesten hebben voordat ze weer verder konden rijden. Maar wat betekent Limburgs mooiste voor de winkels en horecazaken in het centrum van Gulpen en voor het toerisme? Het brengt altijd een hoop aanhang met en ja. Dus is ook dat best wel veel lui in de hotels en zo zitten nu. Dus in die voor zin, toerisme is voor het toerisme een... denk ik dat het goed is. Ja. Ja. En de ondernemers hebben allemaal gedaan, hè? Dus zie je het zeker de horeca. Mm-hmm. Het is prachtig weer, dus wat willen we nog meer? Ja. Er komen heel veel, over het ganse land komen ze hier naartoe en die zitten in een mooie omgeving, wat voor je hebben. Dus ja, ik denk dat dat wel toch wel een zeer pluspunt is voor Gulpen. Naamsbekendheid denk ik. Ja? De Hollander nog eens willen bekomen. Dus we weten wat leek, wie leuk het leek. Ja. Dus, en die komen dadelijk ook terug? Dat hoop ik. Ja. Dat die met de familie terugkomen. De mannen kunnen een lekker rondje fietsen. Ja. En de vrouwen kunnen ergens gaan shoppen. Ja. Ja, ik hoop dat ze als ze nog een keer terugkomen in het mooie Gulpen, dat ze dan bij ons komen voor een blumpje te halen. Nou ja, ik denk dat het heel goed is voor Gulpen. Als je ziet, de terrassen die zitten vol. Genoeg lui in het dorp. Voldoende lui die ook zien dat er hier in het dorp valt te doen is. Dus volgens mij is dit een mooie reclame voor het dorp. Ja. Dan moeten ze echt aanhouden in de toekomst. Dat is echt belangrijk voor de regio. En dat die misschien deze zomer nog eens naar Gulpen terugkomen. Daar hebben we twee keer profiet ervan. Ja. Je stond wel helemaal daarboven in de groene werken. Ja, dat... Maar ja, het dorp is niet groter, hè? We moeten toch de mensen kwijt. Hè? En één drukke dorpsstraat, ja, dat is hartstikke mooi zoals dat nu uitziet. Ja, vooral benoemd de winkeldeur toegedoord. Het is een morgen wordt gezellig, maar onderhands met dat overdovend lawaai kunnen we de lui niet meer verstoren. Ja. Maar het is wel gezellig. Ja. Brengt leven in de brouwerij. Hè? Ja. Voor toerisme is het Gulpen weer op de kaart gezet. Hè? Ja. Dus ja. Dat soort dingen heb voor nu en ik. Ja. Is wel even vandaag slapen weer anders zaterdag, liggen, okay. Maar mag de pret niet drukken. Ja. Gulpen is leefbaar. Precies. Goed, gezellig en gastvrij. Het is veel publiek, hè? Veel naamsbekendheid. En ik denk een goede zaak ook voor de horeca. Ja, en voor de fietsenmaker. Hè? Heel goed nieuws voor de fietsenmaker en voor de mensen die hier komen overnachten. Ja, dat is zeg maar alleen super voor de horeca. Ja. En naam bekend zijn. En wanneer die lui hier komen fietsen, hoeveel komen er niet terug? Die zijn lui, die komen al 5-6 jaar terug. Leerlingen van 4 HAVO en 4 VWO van het Sofianum in Gulpen kwamen naar de raadzaal van het gemeentehuis om daar hun certificaat als assistentleider sportieve recreatie in ontvangst te nemen. Wethouder Philippe Lahey verwelkomde hen en reikte de certificaten uit. Ik heb in ieder geval in de informatie die ik daarover gekregen heb, dat het niet zomaar iets is. Ja, het is in ieder geval een mogelijkheid, heb ik begrepen. Dat er dat ook kunt gebruiken voor het verdere onderwijs, wat je moet er eventueel van gebruik vindt maken. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, dat is eigenlijk in het kader van de sport. Het is heel belangrijk dat er bewogen werd. En dat geldt niet alleen voor de jeugd, maar dat geldt ook voor je opa en oma en voor je ouders. En zeker omdat daar toch op een speciale manier omgaat met sport, zou ik het ook in ieder geval in dat kader nog eens extra stimuleren. Want hoe meer dat ze beweegt, hoe beter dat het is en hoe ouder dat ze in feite dan met wedden kent.
als de desbetreffende even naar voren komen hier en dan krijg je van mij dat certificaat. In ieder geval van onze kant, Oet, van Oet de gemeente, hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes met het behalen van dit certificaat en naar de toekomst toe en blijf sporten en blijf sport stimuleren. Kjell Jea. De eerste dame. Hartelijk gefeliciteerd. Kijk eens aan. Hartelijk gefeliciteerd. Dames, dat was voor.